Ik ben Frauke Pronk-Kuipers. Ik woon een jaar of 8 in Pijnakker. Ik ben 46 jaar. Mijn man heet Sander en mijn dochter heet Liz en die is 8 jaar. Wij wonen hier in een nieuwbouwwijk in Akkerswoude. Van oorsprong kom ik uit Brabant. Dat hele dorpse, dat stond mij aan. Mijn dochter Liz die woont hier ook heel graag. Ze speelt heel vaak buiten met haar vriendjes en vriendinnetjes. De buren zijn heel fijn. We wonen dicht bij het centrum. Het is een hele prettige, vriendelijke wijk om te wonen. Ik heb mijn man ontmoet op de trein. De Alpexpress en de Autoslaapexpress. Daar hebben we beide een aantal jaar op gewerkt. Wij waren treinsteward en treinstewardess. En wij zijn dus, zoals we het noemen, ook een treinstel. En er is ook een treinbaby van gekomen. Ik werk bijna 15 jaar bij KLM. Nu sinds 5,5 jaar ben ik reïntegratiemanager. Heel gek, want vanuit huis ben ik bezig met zieke mensen die dus niet weten dat ik ook ziek ben. Met sommige mensen bouw je een andere band op, dan vertel je wel eens wat over jezelf, maar ook heel vaak deel ik het niet. En daar ben ik puur gefocust op hun. En dat is eigenlijk wel fijn, dan hoef ik ook niet over mezelf na te denken. KLM is een heel prettige werkgever. Een paar jaar geleden merkte ik dat ik wat lastiger ging lopen. Ik dacht dat het aan mij lag en dat ik gewoon gek liep totdat mensen me erop aan gingen spreken. En dat ik merkte, mijn been gaat inderdaad ook wat moeilijker. Ik was altijd al moe, maar niet gelinkt aan een ziekte of iets. Gewoon gedacht dat ik moet op tijd naar bed of ik ben gewoon moe. Of de wekker gaat vroeg hier, mijn man gaat vroeg uit bed. Dus niks gedacht dat het iets was. Totdat ik vorig jaar juni de diagnose MS gekregen. En dat was heel heftig, want die zag ik eigenlijk niet aankomen. Ik dacht, dat komt alweer goed. Ik moet even wat meer lopen of iets herstellen. Maar dat herstel is er niet. En het wordt eigenlijk alleen maar minder, slechter. Ik heb primair progressieve MS. Dat is een vorm van MS waarbij er niet echt aanvallen zijn, maar gewoon een stapsgewijze verslechtering plaatsvindt. Er zitten allerlei plekken in mijn hersenen en in mijn ruggenmerg wat schadeplekken zijn, waardoor ik dus uitval ga krijgen. En die uitval, je weet niet waar de volgende plek komt, dus je weet niet waar de volgende schade komt. Ik hoop gewoon dat ik kan blijven lopen, dat ik met mijn dochter nog ergens naartoe kan, dat ik niet in een rolstoel kom. Dat ik gewoon haar nog naar school kan blijven brengen. Het leven is voor haar nu al anders. Ze weet ook dat ik ziek ben. Ze houdt ook heel goed rekening met mij. Maar het is niet onbezonnen. We moeten overal rekening mee houden. En dat is op zich niet erg. Alleen ik hoop gewoon niet dat het erger wordt dan wat het nu is. Ze weet wat ik heb, maar ze weet ook niet alle details. Ze is 8. Ze kan ook niet weten wat MS inhoudt. De behandeling die ik heel graag zou willen doen, die heet stamceltherapie. In Nederland beginnen ze nu rustig aan met behandelingen, dat is een pilot. Helaas kom ik daar niet voor in aanmerking, omdat er heel weinig mensen daar nu voor geselecteerd worden. Er zijn al veel Nederlanders die zijn naar andere landen gegaan, Mexico, Rusland, sommigen naar India. Daar kun je dus weliswaar tegen een heel groot geldbedrag een behandeling doen. En niet op genezen van MS, maar wel op stopzetten van MS. Dus dat er geen nieuwe schadeplekken komen en dat ik dus kan behouden wat ik nu heb. Als dat zo zou zijn, dan zou ik er al heel erg blij mee zijn. Want dan kan ik nog wel kleine stukjes lopen en stukjes fietsen. Dus daar hoop ik heel erg op. We hebben ongeveer 65.000 euro nodig voor de behandeling, de vliegtickets en de bijkomende medische kosten. Dus dat is een heel groot geldbedrag waarvan ik hoop dat we het bij elkaar kunnen krijgen met hulp van deze en gene.